Hoi, filmt hij? Ja, hij filmt! Ja! Hoi allemaal, wij zijn Joni, Zoe en Marlijne van TB Sturne. Welkom bij weer een nieuwe video. We hebben al een hele tijd geen Q&A meer gedaan, dus het leek ons leuk om dat weer een keer te doen. We krijgen heel vaak dezelfde vragen, dus we hebben de creatieve vragen eruit gehaald en die gaan we beantwoorden. Laten we de meest gestelde vragen wel even beantwoorden. Onze leeftijden zijn, ik ben 19. Ik ben 13. En ik ben 17. Onze niveaus zijn, ik ben senior 4e divisie, D. Ik ben junior 3e divisie. Ik ben senior 5e divisie. Jana is senior A. En Talicia is senior... Ook 4e divisie, ja. Net als ik. Senior 4e divisie. Zit jouw vraag hier nou niet bij? Check dan even de andere Q&A video's. Misschien hebben we daar al beantwoord. In de beschrijving. Ja. We gaan eerst de vragen beantwoorden die zijn gesteld op YouTube. De eerste vraag is van Femke. In elke sport en ook in het turnen zijn er volgens mij altijd momenten dat het allemaal even niet lukt. Hoe gaan jullie hiermee om? Dat vind ik een lastige vraag. Dat is een moeilijke. Ja, ik denk gewoon door blijven gaan en blijven proberen. Ja. Tegenslag heb je altijd wel. Maar... niet opgeven. Nee. Dan blijf oefenen. Je kan het sowieso wel. Misschien duurt het dan iets langer. Maar... Claire vraagt, wat vinden jullie van jullie eerste video? Ik vond mijn eerste video wel leuk. Die heb ik toen met Jana gemaakt. Dat was met Arabier Salto volgens mij. En dat ging best wel goed. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Nou, ik vond mijn eerste video vond ik echt awkward. Ik snap helemaal niet wat ik moest doen. Stond ik zo ineens tegen de camera aan te praten. Ja, ik vond het heel gek om hem op te nemen, maar om terug te zien, dat vond ik wel echt heel leuk. Ja. Wat was echt jouw eerste video? Ik was echt zo, die zaten we, geloof ik, de intro of zo was dat. Toen moest ik zo, een beetje awkward. Gemakkelijk, maar. De volgende vraag is van Vivian en die vraagt, hebben jullie een overwinningsdansje als je een bepaald toestel of element goed ging op de wedstrijd? Ze zegt daarbij ook nog, jullie maken een hele leuke en leerzame video's. Dankjewel. Dankjewel. Hebben jullie een dansje? Nee. Ja, gewoon. Ja. Maar niet per se. Maar vaak zitten mijn ouders zitten in het publiek, doe ik altijd zo naar mijn ouders. Ja. Of ik doe juist zo. Als je ouders het niet eerst naar jou doen. Ja. Maar een overwinningsdansje, misschien moet jullie er één maken. Ja. Dat zou wel een goede zijn. Ja. Heb je tips? Kom maar door met goede dansjes. Kom allemaal maar in de reacties door. Tips voor een overwinningsdansje, dat vinden we leuk. Ja, leuk. De volgende vraag is van Esma. Hebben jullie ooit iets illegaals gedaan? Niet dat ik weet. Nee. Jennifer vraagt, ik heb een dilemma voor jullie. Nooit meer brug of nooit meer vloer? PS, love you, kus, 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 Jennifer. Ja. Lief. Nooit meer brug. Ik ook. Ja. Oh, ik zou het echt niet weten. Ik wil het allebei altijd nog doen. Maar ik zou eerder balk niet meer willen doen. Ja. Die staat er niet in, hè? Nee. Nee, maar vloer kan je gewoon zo lekker vliegen en zo. En brug is telt de airtrack ook mee als vloer? Ja. Want op de airtrack kan je wel iets meer. Ja, oké. En jij dan? In ieder geval nooit meer brug. Ja. Dan zou ik ook nooit meer brug doen, denk ik. Ja, vloer heb je toch meer vrijheid of zo? Ja, dan kan je meer. Ja, precies. Ja. De volgende vraag is van Lois en die heeft ook een dilemma. Nooit meer andere oefeningen krijgen of nooit meer nieuwe elementen leren? En komt er ooit iets van merchandise? Zou superleuk zijn. Oké. Nooit meer? Nieuwe... oefening of nooit meer nieuwe elementen? Nooit meer nieuwe oefening. Ja, ik zou ook nooit meer nieuwe oefening. Dan hou ik gewoon dezelfde oefening met andere elementen. Dan kan je die wel beter maken met nieuwe elementen. Ja. Of mag dat niet? Ja, en anders dan turn ik het maar voor de leuk. Zonder oefening. Ik zou eerder geen oefening doen dan en wel nieuwe elementen. Ja. Op het deel van de merchandise, daar komen we later nog op terug. Dus stay tuned. De laatste YouTube vraag is, wat kon jullie eerst? Salto vooruit of achteruit? Vooruit. Ja, ik kom vooruit ook. Ja, maar ik vind achteruit wel makkelijker. Ja, dat vind ik nu ook. Dat vind ik niet. Nee, ik vind vooruit makkelijker. Maar ik kan het allebei helpen. Maar vooruit is ook makkelijker om te leren, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. Maar ik heb nu bijvoorbeeld op de trampoline of zo, als ik dan vooruit doe, dan heb ik juist vaak te veel vaart. Ja, dus achteruit. Trampolines. Dat heb ik ook op de trampoline. Oh. Achteruit kan je makkelijker landen. Ja. Nu komen de vragen die jullie op Instagram hebben gesteld. Dus laten we maar beginnen. Yes. De eerste vraag is van Hendrika. Wie is er het best op balk voor jullie team? Ik denk even jullie echt slecht. Ik denk jij. Yeah? Ja, jij kan vet mooie wissels begaan. Oh, ja. Dankjewel. Ik denk dat sommige dingen wel eng op de bak, maar de dingen die kan ik wel goed. Oh, Jana. Maar Talicia Jana. Wel goed op. Jana die heeft echt snel nieuwe onderdelen. Oké, de volgende vraag is van Linde. Met welke bekende Nederlander zouden jullie een keer willen turnen die zelf niet turnt? Oh. Chantal Jansen. Ja, dat zou echt leuk lijkt zijn. Lijkt echt leuk. Zij probeert wel heel veel dingen. Dus wie weet wil ze wel een keer turnen. Chantal. Bij deze. Iedereen tag Chantal Jansen op Instagram. Een man of zo. Welke man willen we zien turnen? Gordon of zo. Oh ja. Of zo'n dans iemand of zo. Die
misschien kunnen die nog wat Dan. Ja, Dan Garrity. Ja. Dat lijkt me ook leuk. Okay. Of Timo Steffens. Oh, dat lijkt me wel. Die mag wel komen dansen. Dat zou ook een Oké. Wendy vraagt, wat was voor jullie het moeilijkste om te leren? Flikvlak, ben je nog steeds mee bezig? Reus. Ik denk de combinatie van Arabier flikvlak, want dat was echt heel moeilijk om in één keer iets achter je Arabier aan te doen. Halfdraai keep. Maar misschien met Reus, want kijk, ik kon toen op een gegeven moment, ik kan het nu op dat één legger, ja. Maar dan moet ik nu ook nog tussen die leggers. Oh ja. De volgende vraag is van Amelia. Welk doel hadden jullie in 2018 en is die gelukt en hebben jullie een doel voor 2019? Dit jaar is het doel gewoon plezier hebben in alle dingen die ik doe. Tot nu toe gaat dat best goed. Half in heel uit wil ik nog kunnen dit jaar. Keep on stand. Oh, nou kijk, dat komt toch nog ergens. En jij Marlijn? Ik wilde graag naar de regiofinale, maar ik heb qua wedstrijden op zich wel oké gedaan. Dus misschien had ik wel dorpen, maar dat weten we nog niet. Oh. Dus. Spannend. We gaan het zien. Oké, de volgende vraag is van Gymnastics Leotards, met allemaal X'en erbij. Hebben jullie een medaille die speciaal is voor jou? Ja, de laatste medaille die ik gewonnen heb, want dat was gewoon de hoogste medaille, zeg maar. Dus dat is wel heel leuk. Dat is wel leuk, ja. Ik heb een keer... met de regiofinale, toen ben ik vierde geworden. Nou, daar was ik best wel blij mee. Ja. Ik heb niet echt, denk ik, een speciale. Misschien was ooit eerste geworden op een kwartfinale, was echt jong gewoon. Nou, dat is wel leuk. Dat is misschien eentje. Dit was de laatste vraag. En dan moet je jongen. Dit was de laatste vraag. Dit was de laatste vraag. Niet lachen. Er is niks grappigs aan. Iedereen super bedankt voor het insturen van de vragen. Helaas konden we ze niet allemaal beantwoorden. Vergeet niet de andere Q&A's te checken, want misschien is je vraag daar wel beantwoord. Voor nu hopen we dat jullie het leuk vonden. En dan zien we jullie graag bij de volgende video. Doei! Oh, sorry, was ik klaar mee. Sorry.